Maandagavond werd in Cardo in Groesbeek de Rijk van Nijmegen beursvloer georganiseerd. Op de beursvloer wordt maatschappelijke organisaties en bedrijven de kans geboden iets voor elkaar te betekenen. Gabi Erens is manager van het initiatief. Wij zijn de Rijk van Nijmegen uitdaging. Er is vandaag een beursvloer die wij elk jaar organiseren. En zoals je ziet, een hoop reuring, een hoop stichtingen, verenigingen, burgerinitiatieven en bedrijven bij elkaar. En die zijn aan het matchen met elkaar. Er zijn stichtingen die werken voor een goed doel in het Rijk van Nijmegen. En die hebben soms iets tekort. Spullen, kennis, menskracht. En die stellen bij ons de vraag, hè, van goh, we zijn op zoek naar meubilair. En hier zijn bedrijven aanwezig die bijvoorbeeld dat meubilair over hebben. En zo maken ze de match. Dit jaar hebben wij ons aangesloten bij de Nederlandse uitdaging. En dat is een coöperatie van 52 uitdagingen in het land. Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat wij dit het hele jaar doordoen. Via onze website en via vergaderingen en bijeenkomsten die we hebben. En dan zijn ook, dat doen wij niet alleen hoor. Er zijn juryleden bij betrokken. Die bestaan uit mensen van het bedrijfsleven, maar ook wethouders. Allerlei mensen verbinden zich eraan om dan ook die beoordeling te maken aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Ik denk dat wat jullie hier als vraagaanbod met elkaar laten zien, is dat onder die harde buitenkant ook heel veel normale menselijkheid zit. Die normale menselijkheid in je eigen regio, wat je iedere dag kunt waarmaken. Dus iedereen een heel hartelijk dank zeggen voor het tonen van die hele normale medemenselijkheid.